In deze video ga ik uitleggen hoe OBS werkt, een softwareprogramma om HD-kwaliteit filmpjes te maken. Ik neem dit op met Screencast-O-Matic. Dat is ook een programma waarmee je opnames kunt maken. Alleen dat is een betaalde service en OBS is gratis en het doet eigenlijk ook hetzelfde werk. Je moet even de logica een beetje doorhebben van OBS, maar als je het eenmaal hebt opgezet, dan kan je al vrij snel beginnen. En wat je eigenlijk doet is, dit scherm wat je ziet, dat is het scherm dat je gaat opnemen. En daar stop je allemaal spulletjes in, je video's stop je erin, je audio stop je erin, om dat te maken. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Nou, je moet als eerste moet je een scene maken. En een scene is eigenlijk een sessie die je doet. Dus laten we deze even Drakenvlieg noemen. En dan is die, dat is dus mijn nieuwe scene. Die is leeg. En daar moet ik sources aan toevoegen. Een source voeg ik toe door middel van een add. Nou, laten we eerst mijn camera maar even doen. En de camera is natuurlijk een video capture device. En dan pak ik, doe even een nieuwe voor deze. Ik kan ook een oude pakken. Maar dan weet je hoe dit in mijn werk gaat. Dan krijg je een schermpje. Kijk, daar ben ik. Hoi. Dit is mijn camera. En die kan ik dan selecteren. Ik hoef verder niks in te stellen. Allemaal prima. Nou, je kan dus jezelf heel makkelijk heen en weer bewegen. Dus als je denkt, nou, ik wil hem graag hier hebben. Dan zet je hem daar neer. En je kan jezelf ook groter en kleiner maken als je dat wil. Dus laat zeggen dat we hem zelf hier neerzet. Nou, jullie horen mij nu wel. Maar dat is om via Screencast-O-Matic. Als ik dit op zou nemen met OBS, dan zal je me niet horen. Dus ik moet ook mijn audio gaan toevoegen. Dat is een audio input. En dan kunnen we ook kiezen. Nou, laat ik voor de zekerheid even niet mijn Yeti kiezen, waarmee ik dit aan het opnemen ben. Zo te zien staat, oh, daar staat het tussen, want daar neem ik dus nu ook al op met Screencast-O-Matic. Dus ik pak even de headset. Dus deze hier. Oké. Nu neemt hij dus ook mijn geluid op. Dus als ik mijn microfoon naar beneden zou doen, dan zou hij mij ook horen. En dat zie je ook, want je ziet deze balk zie je heen en weer gaan. Dus nu zie je ook dat hij dat geluid registreert. Goed, dan zien we beeld. Dus we zien mijzelf, we zien de audio, maar we hebben natuurlijk nog geen beeld. Het fijne van OBS is dat je aan kunt geven dat je, wat je op wilt nemen. Dus je kan een window kan je opnemen, dus je browser of Word of iets anders wat in een window zit in Windows. Of je kan je desktop in zijn geheel opnemen. Dus laten we dat even doen. Laten we beginnen met de window optie. En er staat window capture. Dan zeg ik even welke window wil je. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen dit is mijn browser. Die staat nu niet open. Ik kan hem zo meteen even openzetten. En wat je dan doet bij window hier is elke window die nu open staat geeft die weer. En ik ben dus met Screencast-O-Matic bezig. Dus ik zou die kunnen selecteren. En dan komt de window hier. Je ziet ook hier die rode rand. Dat is waar die terecht komt. En net als bij een camera kan je dat beeld dus aanpassen. Nou, ik zie nu niks omdat ik even niks heb geselecteerd. Maar als je je browser zou hebben geselecteerd, zou je hier nu je browser zien. Of als je Word zou hebben of PowerPoint, zou je dat zien. En het voordeel daarvan is dat je dus gewoon andere dingen nog kunt doen naast die window zonder dat het wordt opgenomen. Dus hij neemt echt alleen die ene window op. Nou, ik haal deze even weg. En stel je voor, je wil gewoon complete vrijheid hebben en je wil je desktop opnemen. Dan kan je naar de display capture. En wat hij nu gaat doen is, hij gaat dit hele scherm gaat hij laten zien. Nou, als ik dat doe, dan zul je het volgende zien. Dan gaat hij mezelf dus in een frame zetten. Dat frame zet hij in een frame, dat frame zet hij in een frame. Dus dit gaat gewoon in het oneindige gaat dit door. Je voorkomt dit door met twee schermen te werken. Dat betekent dat je dan op scherm 1 zet je dan, ben je bezig. En op scherm 2 zet je OBS, zodat je dan gewoon wel kunt doorwerken. Ik zal deze even verwijderen. Je ziet hier mezelf ook. Dus dan heb je hier heb je je window. Dan is nog een laatste dingetje wat je misschien nodig hebt. En dat is audio, muziek of ander geluid. En dan heb je natuurlijk de audio output nodig.
En dat zit nu voor mij zit dat via mijn koptelefoon. Dus dat betekent dat ik die dan dat geluid wil opnemen. Dus alles wat je dan hoort, neemt hij dan ook op. Dus dan wil ik graag de Creative headset hebben. En dan zien we dus dat hij de audio van de muziek neemt hij op. Hij neemt mijn stem op. En hij neemt de video met de camera op. En als ik nog die window erbij zou hebben, dan ben ik eigenlijk klaar om te beginnen. Hoe start je? Nou, hieronder staat start recording. Dat kunnen we gewoon klikken. En hij is nu gewoon bezig met opnemen. En het bestand komt dan op mijn desktop te staan. En dan ben ik klaar. Stop. En je kan de kwaliteit aanpassen. Er zijn een heleboel opties waar je nog doorheen zou kunnen gaan. Neem daar een keer rustig de tijd voor. Maar in principe wat ik heb laten zien is wat je nodig hebt om een video af te maken. Stel je wil gaan streamen op Twitch of op YouTube. Dus een live streaming. Dan kan je in plaats van recording kan je streaming kiezen. En als je daarop klikt dan zegt hij oké, je streaming staat nog niet goed ingesteld. En dan moet je hierboven moet je streaming instellen. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan neem je het niet op. Maar dan wordt het doorgestuurd naar een streaming website. Ik hoop dat dit je verder heeft geholpen. Dit is echt de basis. Hoe kan ik er zo snel mogelijk gaan beginnen? En als je vragen hebt, kan je me altijd vinden op _drakenvlieg op Twitter. Of een reactie hier onder in de video. Ik zet ook een link hieronder waar de software kunt vinden. Het is open source, dus dat wil zeggen dat het gewoon gratis is. Het is doorontwikkeld. Het is een van de meest gebruikte softwarepakketten voor streaming, game streaming. En het doet wat het moet doen.